Hallo mensen van NL Gaming, NL Gaming. Vandaag gaan we weer een informatiefilmpje doen. Dus ja, dat is het. Meer plus niet. Nog wat informatie dan, maar. Dat is toch logisch, informatiefilmpje. Informatie. Nou ja. We hebben vier dingen toch? Ja. Even kijken, ja hoor. Ja. Nou, we hebben vier dingen om te bespreken. Nou ja, bespreken. Te vertellen. En begin jij maar, boy. Ja, met wat? Nou, is jouw dag. Ja, oké, begin je. Nou, oké, dan begin ik wel. Nou, zoals jullie weten heb ik een ben ik een serie bezig over een secret base. En die bouw ik stap voor stap. En ja, dan ga ik redstone circuits ga ik uitleggen aan jullie. Vergeet vooral niet om ook ideeën achter te laten bij die filmpjes zelf. Want ik zal ze allemaal lezen. Maakt niet uit of het er 100 zijn. Ik ga ze allemaal lezen. En als het een goed idee is, dan kun je 1. Zelf zien hoe ik het maak. Als jij het zelf bijvoorbeeld niet weet. En 2. Dan hoor je het ook van me. En je ziet het dan in een toekomstig filmpje. Dus dat moet je doen. Nou boy, nu jij. Zoals jullie niet weten. Ja. Ga ik een serie beginnen waarbij ik op een singleplayer map van alles ga bouwen wat jullie zeggen wat ik moet gaan bouwen, als het maar geen redstone is. Want dat doe ik. Ja. Dan ga ik kijken of ik kan bouwen wat waarschijnlijk wel zo is. En dan ja, ga ik dat dus bouwen. Film ik dat. En dan ook ik kijk dus naar al jullie ideeën. Dus Sven, ga maar weer. We hadden ook een idee voor mensen die zelf een filmpje hebben. Die kun je dan via e-mail of zo, dat bij tot nu toe bijna elk videootje staat van ons. Kun je dan bijvoorbeeld naar ons sturen. Dan zetten wij hem bijvoorbeeld ook op ons kanaal. En dan gaan we natuurlijk ook liken en zo op jullie kanaal. En op die manier kun je er dan voor zorgen dat je dan jouw video vaker bekeken gaat worden. Ja, dat is heel iets anders dan dat we eigenlijk gepland hadden, Sven. We zijn aan het kijken, aan het bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat jullie gastrollen naar ons toe kunnen sturen. Ja, waarschijnlijk e-mail, dat bedoel ik. Nee, waarschijnlijk niet. Oh. Het kan met 500 MB. En zo'n filmpje is in ieder geval 1 gigabyte. Oh. Maar in ieder geval. Dan gaan we. Daar zijn we dus nog naar aan het kijken. In volgende. Of in een van de volgende update filmpjes. Komt het voor dat we waarschijnlijk achter zijn. Of het werkt of niet. Zo niet. Dan zeggen we het zo ja. Dan kunnen jullie allerlei filmpjes naar ons toesturen. En wij bekijken ze als we ze leuk vinden. Dan laten we de andere ook even bekijken. En dan, als die het ook leuk vindt, dan komt hij dus waarschijnlijk op ons kanaal. En dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp is, wij gaan onder dit filmpje in de reacties, mogen jullie allemaal vragen stellen over ons, voor ons. Die jullie leuk vinden om te vragen aan ons. En als jullie dat, ja, neerzetten, dan lezen wij ze en dan komt waarschijnlijk in het volgende filmpje, daar gaan we denk ik wel een apart filmpje van maken of niet? Ik denk het wel. Ja, dacht ik ook. Ik knik ook ja, dus dan gaan we dat doen, dat we dus al die vragen antwoorden geven. Want wij zaten zo laatst te denken dat jullie naar iemand kijken of naar filmpjes kijken van mensen die jullie niet eens kennen. En zo leren jullie ons beter kennen en hopen dat we dat het leuk is om naar ons te kijken. Ja. Eén ding wat jullie moeten doen is bijvoorbeeld telefoonnummers vragen, adressen,
Dat soort dingen. Die lezen we wel, maar we geven er geen antwoord op. Nou, ik ga wel antwoord geven, alleen dan wordt het waarschijnlijk een adres ergens in Kazachstan of zo. Dat ik speciaal ga opzoeken. Dus daar heb je dan niet echt wat aan. Behalve als je denkt dat we daar echt wonen. Dus, ja. Dat was het volgens mij. Ja, we hebben nog tijd over, dus. Oké. Okay. Abonneer op ons. Like. Laat reacties achter. Waar loop jij naartoe? Ik ga gewoon een rondje lopen. Dat is wat leuker, want we staan net stil, dude. Jongen, Eagle we staan Eye op een troon. Is no longer AFK. Echt? Stond ik zo lang stil? Nou ja, dus... oh ja, en dit is ook gewoon op Jellycraft. Dus die gaan we er ook bij zetten. Ook weer de ronde. Alweer. Dus ja? Je deed mij pijn. Hoe kan dat nou? Best. Oei. Nou ja, dus abonneer, like. Misschien zelfs favorite als je dat wil doen. En blijf vooral kijken. Dat was het volgens mij. We hebben nog steeds tijd over. Ja, en? Doe maar gewoon het doel, man. X, nou ja, boeien. Nou, dan ga ik nog even jullie een dodensprong laten zien. Alleen... Oh ja. Dat is niet... Wat doet hij dus 24 keer per dag? Kan omdat ik het hij helpen? Het leuk vindt om dood te gaan. Je moet toch wat doen? Nou, dan zit hij telkens tegen mij te zeuren dat ik, als ik dood ga, dat ik zo vaak dood ga. Sven. Ja, maar jij doet het niet expres, ik wel. Dat is het verschil. Als ik dood ga, dan komt het omdat ik het zelf doe. Als, hoe heet hij nou? Wie? Ja, boy, wie? Weet je game nou niet meer. Rakker? Nee, joh. Die is ook al slecht, man. Sorry, Rakker, als je kijkt. Als je nog gaat kijken. Oh, hier is geweldig. Ze hebben zelfs een springplateautje gemaakt. Speciaal voor mij. Dus, mensen... Wacht even, ik moet ook nog springen. Oh, je wilt tegelijk? Dat is een springplateautje. Oké, dan springen we op 3. Oké. 1, 2, 3. Nice surprise. Wat? Bam! Nou, dus... Ik heb je spullen. Tot ziens. Ja, doei mensen en tot de volgende keer.